Hoe is het met fysiek allemaal? Gaat het lekker? Ja, uitstekend. Ja? Alles weer... Ja, ik moet dinsdag geopereerd worden. Hè. Dan verwachten jullie een ziekenhuis met een grote fruitmand. Ja. Maar dat is toch een hele kort ingreep, toch? Ja. In en uit? Nou, het is wel een levensbedreigende ingreep. Het duurt 20 minuten namelijk. 20? Ja. En dan, die liesbreuk wordt dan weer hersteld? Maar dat is een scheurtje in je buikwand, hè? Maar dan gaan ze het hier toch? Hier zit het toch meer? Ja, ja. En dan, wat ik doen wil ze dan? Het wel even laten zien. Maar wat gaan, een prikje en dan gewoon? Nee, nou, gewoon een sneetje en dan douwen ze die darmen terug. En dan doen ze er een netje voor. Netje? Ja. Heb je daar last van, Johan? Ja, want je kunt een darm klem hebben zitten. Dat heb ik laatst gehad. En dat was geen pretje, hoor. Mm. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb er jaren geen last van gehad. Maar ik loop er al een jaar of 10 mee, geloof ik. Oh. Echt waar? Ja, omdat het te laf was om naar het ziekenhuis te gaan. Maar ben je dan niet bang dat dat misschien wel die scherpe invalshoek voor jou is? Die gebroken lies, die gescheurde lies. Dat als jij dan alles aan elkaar laat zetten... Als je heel kritisch bent, dan wil de spanning op je buik wel eens maar ja, zou ik dat zeggen? Want het komt allemaal uit je onderbuik. Nee, het komt bij mij gewoon van de verhuizing, hoor. Van zwaar tillen. Jawel, maar alles komt bij jou uit de onderbuik. Als die onderbuik straks helemaal hersteld is... Ja. Zou het zomaar kunnen zijn dat je een en al positiviteit bent. Die onderbuik van mij, dan komt er rommel uit. Ja. Gisteren was die mevrouw van omkijken met poepen. Dat doe ik nooit, hè? Nee. Dan ligt mijn hele onderbuik. Ja, ja, nee, dat bedoel ik. En dan ga je op Rob Jetten stemmen en zo. Dan zeg je, Rob, is oké, okay, ja. Hè? Toch? Ja. Zou het zijn, hè? Dat we totale metamorfose van jou krijgen. Neemt die wolf als huisdier? Ja.